Ze komen allebei uit de regio Nijmegen, speelden samen in de jeugd van Union en staan nu alle twee in het Nederlands hockeyelftal. Robert Kemperman en Sander de Wijn hebben zo'n beetje hun hele hockeyleven samen doorgebracht. En sinds deze week spelen ze dus ook officieel samen in het grote Oranje. Ja, nee, we zijn allebei begonnen bij Union te hockeyen. Kempie was dat al wat langer. Ik ben op mijn achtste pas begonnen. En ja, vanaf jongs af aan in D al bij elkaar in het team gezeten. D, C, B, A, alles samen doorlopen. En Nederlands elftal, Nederlands B, Nederlands A, Jong Oranje. Dus we zijn eigenlijk met z'n tweeën opgegroeid dat betreft. En ja, nu staan we hier, dus dat is wel mooi. Twee jochies uit Nijmegen. Ja. Dus ja, wel een speciale band met elkaar. En zeker nu om hier samen met elkaar te mogen staan, ja, was echt heel mooi. Ja, nee, zeker. Sunny en ik kennen elkaar zo goed. En ja, we hebben zeker wat opgebouwd met z'n tweeën. En we kennen elkaar goed en zijn goede vrienden, ja. Het is echt heel mooi. En dan ook nog qua positie in het veld. Ik speel hier en daar linksachter, Kempie dan linkshalf. Ja, we weten ook, we spelen dan weer niet meer wekelijks met de club bij elkaar, maar we weten ons nog blindelings elkaar te vinden. De Wijn zei het al, de twee spelen niet meer wekelijks samen. Kemperman vertrok in 2005 van Union naar Den Bosch en speelt inmiddels in Duitsland bij Rood-Wijs Keulen. De Wijn bleef iets langer in Nijmegen, maar vertrok er uiteindelijk ook. Hij speelt nu bij Kampong. Zijn de twee elkaar door die veranderingen erg uit het oog verloren de laatste jaren? Ja, met de nationale trainingen zie je elkaar toch wel iedere week, maar jij je verliest inderdaad wel een beetje elkaar uit het oog, ook nu door Kempie dit in de Duitsland competitie speelt. Maar ja, als je elkaar ziet, dan lijkt het weer als vanouds. En dus uit het oog verliezen doen we zeker niet. En we houden zeker regelmatig contact. En nou, hij in Kampong zit en ik in Duitsland, is het contact in ieder geval iets minder geworden. Maar ja, kijk, dat we hier samen spelen is natuurlijk super mooi. Ja, het is zeker wel een speciale band. Hier hebben we met z'n tweeën al vanaf jongs af aan naartoe geleefd. En ja, dan is het uiteindelijk de droom dat ik ook hier met Kempie mag staan. Kempie zit al natuurlijk veel langer bij. En ja, ik hoop dat het nog vele jaren samen door kan gaan. Vrijdag speelden Kemperman en De Wijn met Oranje tijdens de Rabo 4 Nations Cup tegen Engeland. Het duel eindigde in 2-2. Benieuwd of het tweetal eensgezind is in de wedstrijdanalyse. Ja, wel jammer. We hadden best wel wat kansen om toch te winnen. We hebben in ieder geval goede energie geleverd. Dat is in ieder geval een van de hoofdthema's waar we ons op richten, dat in ieder geval altijd goed is. Ja, nou, tegenvallend. We hadden zeker gehoopt dat die zouden winnen. Maar we hebben goed gespeeld. Eén foutje in de tweede helft, straf is af. En ja, we hebben wel echt hard gewerkt, maar ja, het was een beetje rommelig aan beide kanten en 2-2. Ja, misschien een terechte uitslag. Ja. Ja, wij maken hem dan net niet. Dat is zonde. Ja, dan speel je gelijk helaas. Zaterdag komt Oranje voor de laatste keer in actie in Amstelveen. Dan treft het Pakistan.